Frans en culinair ontmoeten elkaar deze week in de privéwoning van Joop Nahuizen. Is dat... je ziet de borden al door... Door. Daar begint het al. Hey Joop, goedemiddag, dag! Joop Nahuizen is ingenieur en een hartstochtelijk verzamelaar van de Taste of Art borden. Hij heeft een unieke verzameling die bijna compleet is. Hoeveel borden heeft u? Ik heb ongeveer 240 en ik mis er nog 12. U mist er nog 12? Dus een echte verzameling voor u? Echte verzameling, hè? Sorry. U bent verzamelgek? Verzamelgek, ja. Oké. Okay. Plus nog dat ik perfectionist ben. Dus ja, dan krijg je dus perfecte verzamelingen, hè? Gerard heeft een hele mooie grote zwarte koffer bij. Vraagt u zich niet af wat zit er? Die komt met de koffer geld of zo? Nee, borden natuurlijk. Ik heb hem even in een NADV papiertje gepakt, maar ik hoop dat je weet dat je het nog niet hebt. Precies, klopt. Hè? Plus nog dat dit is een heel bijzonder bord. Dit is als beste uitgekomen in de enquête. De collectie Taste of Art borden bevat inmiddels het indrukwekkende aantal van bijna 260 borden. Elk bord heeft een eigen verhaal, hè? Ja. Het is de kunstenaar van het jaar, Jeroen Hermkens, of het stadsgezicht op Kampen. Zo zijn er elke dingen. Dit restaurant in Baren heeft dat schilderij heel groot midden in het pand hangen. Schitterend gewoon. Mooi hoor. Ja. En dat is ook een hele mooie verrijking. Oh, ja. Ja. Oké. Okay. Jo, bedankt. Dankjewel. Ja. Tot de volgende keer. Dag. Tot ziens. Hoi. Oké. Okay. Doei. Dag. Dat was indrukwekkend. Ongelooflijk, hè? Ik heb nog nooit zoveel borden in mijn huis gezien. Ja, nee, het is inderdaad zeer indrukwekkend.